Goedemiddag, bedoel ik. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag en het is dus al middag. 12:30 is het geweest. Vanmorgen kwam ik echt maar traag op gang. Ik had in de planning om vanmorgen het een en ander in huis te doen. En dan vanmiddag even boodschappen en zo. Maar dat is er nog niet van gekomen. Dus dat ga ik straks allemaal maar mee doen. Ik ga eens even eten. Ja, ik had een mooie planning in mijn hoofd. Maar het is niet helemaal gelukt. Maar goed. Het is niet erg, want ik heb verder de, ja, niet echt... Behalve die dingen wat op de planning staan vandaag. Dus ik ga het straks allemaal nog maar doen. Wat gaan we even eten? We hebben nog een aantal dingen over van Pasen. Ik had ook niet heel veel van huis gehaald. Omdat we tweede paasdag waren bij mijn schoonouders. En eerste paasdag ja, moest ik ook werken. Dus lag ik overdag te slapen. Dus ik dacht ja, ik had wat een en ander in huis gehaald. Maar ja, niet extreem veel. We hebben nog wat van Feestel. En ik heb nog wel smoothies. Dat vind ik altijd heel gelijk. Neem ik er vaak wel mee als er... basis, of weet ik voor wat, vind ik altijd lekker. Smoothies. Dus dat ga ik doen, denk ik. Oh ja, ik heb ook nog pancakes. Dat vind ik ook zo lekker. Ik denk dat ik dat toch maar ga doen. Zo, ik heb lekker twee van die pannenkoekjes. Dan doe ik deze erbovenop. De salted caramel siroop. Echt lekker. Dan nog een beetje deze binnenop. En dan heb ik nog een flesje staan. Maar dan een andere smaak. Met ananas, meloen, mango en maracuja is dit. En ik dacht, nou, nog een kiwi. Ik ben zo onhandig bezig. Ik dacht, ik pak die vaatwas er even uit. Want er stond van alles op het aanrecht. Dus ik ging vanuit dat die vaatwas er gewoon vol zat. En ook klaar was. Want Johan spoelt altijd heel goed voor. Dus ik had geen ik had die in de gaten dat het helemaal niet alles schoon was. Ja, ik rook het wel in de koppie. Ik denk, wat stinkt. En dat zal aan mij liggen. Dan heb ik bijna de hele bovenste kant leeg. Kom ik erachter dat het dus niet schoon is. Dat hij nog aan moet. Oh. Dus ik ga alles bij elkaar en zet ik het dan maar aan. Maar... oh, ja. Ik had die in de gaten. Johan spoelt echt zo wat heel goed en fijn is. Maar het zag er zo schoon uit allemaal. En ik rook het aan een kopje. Ik denk, nou, die ruikt niet heel fris. Alsof je uit de vaat was gekomen. Maar toch ben ik doorgegaan. Nou ja, goed. Ik zet alles erin. En dan zet ik hem aan. Want dan kan het even weer door. Want het hele aardig gevoel, dat vind ik ook weer niks. Oh, lekker handig. Dat is klaar. Ik heb even een doekje gehaald over de vensterbanken, de tafels en de kasten. Oh ja, ik heb ook nog even een doekje over de wc gehaald. En dan ga ik nu ook zo boodschappen doen. Alleen ik ga dus niet voor het avondeten boodschappen halen, behalve voor vandaag. En dat komt omdat ik een video-idee heb voor het avondeten. Alleen daar ben ik wel een te goede koopkast voor nodig. Nou had ik er voor vandaag een gereserveerd. Dus gisteravond gereserveerd kon ik vandaag ophalen. Maar dat was vandaag tussen... ja, of tussen 8 en 9, of tussen 9 en 10 dat ik het pakket kon ophalen. Toen dacht ik, dat is misschien niet zo handig. Dus ik heb hem geannuleerd, want vanavond ja, eten we rond een uur of 5, 6 meestal. Dus ja, dan, als ik dan nog een to-go-pakket moet ophalen, daarna tussen 8 en 9, of 9 en 10, en ik dan moet dan nog gaan koken, wordt een beetje laat. Morgen eet ik niet thuis, dus dan ben ik al 2 dagen verder. Dat ik dat, en ik heb dan dat to-go-pakket, maar ja... lang verhaal kort. Ik zit helemaal uit. Ja, lang verhaal. Maar ik dacht, ja, als ik dat nu ophaal, dan zit ik met dus al die producten waar een, vaak gewoon een korte houdbaarheidsdatum op zit. Wat logisch is, want het is een goedkoop pakket.
En dan ben ik ook niet de moeilijkste met houtprestaties. Dus als iets 3 dagen over datum is, het ziet er nog goed uit, het proeft nog goed en het ruikt goed, dan eten we het ook altijd gewoon. Maar ik dacht, ja, misschien niet het meeste nog wat minuten gaan doen. Dus ik hoop dat ik morgen of overmorgen een goedkooppakket kan scoren. En dan kan ik het gewoon gelijk ook gebruiken. Sommige dingen kun je natuurlijk ook invriezen, maar goed, je weet gewoon niet wat je in het pakket krijgt. Beetje onsamenhangend verhaal, ik het idee wat ik nou aan het vertellen ben. Maar goed, dat idee komt hopelijk aan. Of die video komt hopelijk aan. Ik hoop alleen dat het gaat lukken. En toen dacht ik, ja, als ik nou en het pakket haal, en nog, nu nog boodschappen haal. Dit verhaal, dat gaat helemaal nergens meer heen, voor mijn gevoel. Nee, laat maar. Ik ga in ieder geval even vandaag avondeten halen en vanmorgen voor Johan. En daarom dus niet meer, omdat ik dan hoop dat ik dat die video kan doen. Ik hoop dat het zo. Dus wat korter en misschien wat duidelijker, hoop ik. Dus dat. Een lijstje maken. Zo, ik heb trouwens mijn zomerjas aangedaan. Want ik had het echt super warm. En ik denk, als ik mijn winterjas aandoe, dan ga ik echt in zweten straks. Dus ik heb het eerst ook mijn zomerjas weer aan nu. Ik weet niet of dat kan. Of ik dat aankomende tijd kan blijven doen. Maar dan zoek ik gewoon. Ik heb die andere jas ook nog beneden hangen. En ik ga vandaag denk ik ook even een frisse neus halen. Dus mooi weer. Heerlijk om even naar buiten te gaan. Dus dat ga ik ook even doen. En misschien. Dat ik aankomende dag ook wel mijn hangmat buiten zet. Want als het droog blijft en er komt een beetje zon bij, heerlijk. Nou, ik ben weer thuis van de boodschappen. Ik ben wel wat vergeten, dus ik ga straks nog even naar de supermarkt hier. Het regent alleen, nu dus wel. Maar goed, ik neem wel even een paraplu mee. En ik heb spontaan een to-go pakket gekocht. Die stonden in de winkels. Of de winkels, die stonden in de winkel bij de Hema. Daar hadden ze een tafel staan met allerlei van dit soort zakken gevuld. En er stond bij dus ook een to-go pakket. Dus je kon een beetje zien wat erin zit. Ja, ik heb er niet in zitten graaien, want om te kijken wat er nou precies in zat. Dus ik heb wel even bij alles een beetje de bovenkant bekeken. Maar ik weet dus ook niet precies wat erin zit. En die ga ik zo ook even laten zien. Ik zal eerst mijn jas uit doen. Ja, doe ik het nou alweer aan. Omdat ik nog even dus naar de supermarkt moet. Bij de Lidl heb ik gehaald pindakaas. Die was in de aanbieding. De 100% pindakaas met stukjes. Dan heb ik wel deze meegenomen. Ik kan hem altijd invriezen, maar deze was in de aanbieding en ik vind die met champignons zo ontzettend lekker. Nog een komkommer meegenomen. Dan de stroopwafels, die vinden wij allebei van de Lidl het allerlekkerst. Dus ja, ik heb er een pak meegenomen. En weer op voorraad even van de maverband. En ik zag ook in de folder staan, weer zaadjes. Dus ik heb weer 2 meegenomen. Ik kon het niet, ik kon het niet weer staan om toch wel mee te nemen. Ik heb de paprika en ik heb de courgette. En ik denk dat ik deze meeneem naar mijn moeder. Want zij heeft bij haar kan ik zeg maar in volle grond zetten. En hier niet. Dus ik denk dat ik deze in ieder geval meeneem naar mijn moeder. En dat was dit van de Lidl. En dan ben ik nog bij de Albert Heijn geweest. En bij de Albert Heijn heb ik Optimal meegenomen. Dat was 1% gratis. En deze Moccacino Limited Edition heb ik meegenomen. De magere kwark. En ik heb hier yoghurt ook. Dit is, was deze nou ook nieuw, de smaak? Ja, deze was ook nieuw. Bij persik. En dan zag ik deze. Wou ik ook proberen. Dit is de lemon cheesecake smaak. Ook nieuw. En ik heb dan nog yoghurt meegenomen. Even die in smaak. Dit was ook 1% gratis. Dus ik heb de cookie dough meegenomen. Vind ik echt heerlijk. En ik weet niet, volgens mij heb ik deze nog niet eerder gehad. Dus ik wil eigenlijk ook wel een nieuwe smaak proberen. Strawberry cheesecake. Dus die, dan nog stamppot aardappelen, want Jon had zin in stamppot. Dus ik ga stamppot maken vanavond en ik ben de spekjes vergeten. En ik moet dus nog even wat voor Jon halen vanmorgen. Dan was dit ook in de aanbieding en die vind ik altijd heel lekker, sweet and salty. En ik heb ook een zak chips meegenomen. En dat was het. Dan gaan we nog even kijken wat er in het to-go pakket zit. Hij kostte 5 euro. En het zijn dus spullen van Pasen nog. We hebben hier als eerste mokkoekjes. Nou, die zag ik dus wel liggen. Ik dacht, koekjes zijn altijd wel lekker, vind ik. Dus, even kijken hoor. Mokkoekjes. Ze zijn nu allemaal een beetje kapot, denk ik. Want ik heb ze natuurlijk laten vallen. Dus ik weet niet of ik ze nog in mijn kopje kan hangen. Maar goed. Lekker zijn ze vast nog steeds. Dan hebben we hier paastakhangers. Nou, ook een chocola. Ga ik vanuit. Nou, chocola is altijd goed. Dan heb ik hier. Dit zag ik dus ook. In verschillende zakken zitten. En ik wil eigenlijk dus wel iets eentje met deze. Dit is dus cookie dough melkchocolade. En ik ben ook voor cookie dough zo lekker. En ze hadden met meerdere smaken. Maar ik zag cookie dough doen. Oeh, dat vind ik eigenlijk wel. Deze wil ik eigenlijk wel graag. Best wel groot ook. Zullen we eens kijken. Ik weet niet of het gevuld is of niet.
Ik denk dat het gewoon zo'n holle is, maar dat weet ik dus niet zeker. Maar hier zit hij in. Dan hebben we hier nog een, wat is het? Melkchocolade, ook gewoon melkchocolade. Nee, melkchocolade-ei. Welke smaak is het? Er liggen ook nog een paar losse eitjes in, leuk. Och, we hebben hier ook melkchocolade, een paashaas. Dan nog Funmix Pasen. Oeh, het ziet er ook lekker uit, zeg. Met, het zit erin allemaal, het ziet er wel heel lekker uit. Mix van chocolade, melkchocolade. Het zit net weer fout. Pretzels. Ik kan niet zo goed lezen. Popcorn. Ja, ik kan het niet goed lezen. Popcorn met witte chocolade, omdat het hier net weer fout in zit. Maar dat zit hier in ieder geval in. Dan hebben we ook nog een, lijkt me een lolly. Melkchocolade disco dip. Dit is de ene kant en dit is de andere kant. En dan hebben we nog... Oh. Paaseitjes in de smaak advocaat. Nou, ik weet niet of ik dat lekker vind hoor. Puur ook. Ja, ik ben niet heel groot fan van puur chocola. Ik heb liefst of melk of wit. Ja, wit vind ik helemaal heerlijk. Caramel, zeezout, dat soort dingen erin. Nou, ben benieuwd. Heb jij het eerst een paaseitje gehad met advocaat smaak? Zal ik het nu even gewoon in proberen? Ik ga er gewoon in proberen. Er zitten ook nog een andere paar andere in de smaak. Praliné, puur. Nou, praliné vind ik wel lekker. Puur vind ik dan iets minder, maar ik wist het wel. Ik ben wel benieuwd of het dan echt van dat smoetsig is erin. En dat het vloeibaar is. En dat vind ik vaak ook niet zo. Oh nee, dat niet. Het valt me niet tegen, moet ik zeggen. Leuk om het zo een keer geprobeerd te hebben. En als je inhoudt. Sorry. En dan ga ik nu even naar de Albert Heijn nog gauw. De lucht klaart op, dus erop. Dus ik ga gauw even heen. Maar ik vind het leuk. Nou, oh ja, nog een paar van die... Er zitten nog een paar van die andere chocolade paasuitjes in. Nou, ik vind het een leuke inhoud. Ik ben helemaal benieuwd ook naar die koekjes maken. Oh, leuk. Goedemiddag, het is inmiddels woensdag. Vanmorgen heb ik afgesproken met een oud collega. Zij is hier geweest. Nou, we hebben bijgekletst. Dat was super gezellig. En nu is het dus bijna 1:30. En over ruim een uur moet ik weg, want ik heb straks de afspraak bij de tandarts staan. Ik ga hier voor de beugel. Ik ben benieuwd of hij eruit mag. Ik denk het nog niet. Tenminste, dat zeg mijn gevoel, omdat ik nog wel een spleetje zie. Dus ik weet niet wat de tandarts gaat zeggen, maar goed, daar komen we straks achter. Ik heb even een koffietje en dan ga ik zo even tanden poetsen. En dan ga ik dus naar de tandarts. Morgen heb ik nog een afspraak staan met de huisarts om 8:45. Want dan moet ik nog bloed prikken voor mijn vitamine B12. Voor de derde keer, want de eerste keer was hij te laag. De tweede keer was hij wel wat omhoog, eigenlijk nog steeds wat te laag. Dus ik hoop dat het nou goed is. En heb ik einde van de ochtend heb ik morgen ook nog een afspraak bij de oogarts. Want daar ben ik ook al eerder geweest. Want ik heb daar een, hoe noemen ze dat, een vocht... Nee, een vochtbel zitten in linker oog, ergens. Dus ik moest nu na 6 weken, dat is dus morgen weer, komen te kijken hoe het er nu voor staat. Dus dan mag ik morgen daarna ook geen auto rijden. Dus Johan gaat met me mee, want ik krijg van die druppels. Dan kunnen ze vaak de ogen wat beter bekijken. En dan mag ik daarna ook niet rijden. Dus Johan gaat met me mee, dus dat is wel fijn dat dat kan. Het is slecht weer, helaas. Echt balen, want... Gisteren heb ik nog even gewandeld, maar het regent gewoon bijna de hele ochtend al, dus dat is jammer.
Nou, ik ben alweer klaar. Het was echt nog geen 5 minuten in de stoel, denk ik. De beugel is dus nog niet uit. Ze hebben een, ja, wat is het? Een plastic elastiekje door de beugel heen gedaan. Dat zou het spleetje weer weg moeten trekken. En dan moet ik in april nog een keer weer komen. En daarna gaat hij eruit. Dus het is, ik denk, nog een maand. Iets langer dan een maand. En dan gaat hij eruit. En nu sta ik bij de kringloopwinkel. Want ik dacht, ik heb nog wel tijd over. Ik ga straks ook even naar mijn schoonzus en zwager. Maar die wonen hier in de buurt. Maar aangezien er een kringloop in de buurt staat, dacht ik, nou, ga ik daar ook nog even heen. Ik liet net allemaal pasjes vallen. Dus hier moet ik even weer terug doen in mijn hoesje. Zo. Dus ik ga er even naar de kringloop. Het is echt druilerig weer. Ik had gisteren mijn zomerjas aan, nu alweer in mijn winterjas. Want te cold, te cold. Nou, ik ga weer naar binnen. Zal ik deze gast meenemen? Nee, grapje. Maar ik weet dat we hier ook vrijstoos hebben. Nou, ik heb ook nog 2 dingen gevonden om te passen. Dat is dus één dit t-shirt. Ik weet niet wat ik ervan ga vinden, maar ik vond hem zo op het eerste oog heel erg leuk. Ook met die mouwen zo. Dus die ga ik even proberen. En ik heb een jurk gevonden. Dat is deze. Even kijken of ik hem zo... Deze. Vond ik zo gaaf. Ik weet niet of je het zo goed kan zien. Maar... die ga ik even proberen. Ik vind de kleur heel leuk. Ik denk dat de lengte hopelijk ook goed is. Lange mouw. Leuk met of mijn cowboy laarzen die ik heb. Oeh, ik kan allebei. Of die zwarte laarzen die ik heb. Redelijk nieuw heb. Of Dr. Martens. Dus je kunt in principe nog alle kanten weer op. Dus die gaan we even proberen. En oh ja, ik heb eigenlijk ook nog sandalen in mijn matje liggen. Die heb ik ook nog gevonden. Die ga ik even passen. Dat zal ik zo even laten zien. Maar dit ga ik eerst even proberen. Dit is het t-shirt. Ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ik weet niet, alleen of ik hem nou te kort vind. Wel leuk. Helemaal op zo'n, hoe heet dat? Een spijker, een shortje of zo. Vind ik het wel leuk. Nou, ik heb die jurk aan, maar ik vind hem echt leuk. Oh. Qua lengte. Gaat het net aan, vind ik. Wel leuk met die mouwen ook. En het zit hier, vind ik ook mooi. En ik vind de kleur leuk. Ik vind de print leuk. Dan leuk met een panty. Of niet. Maar het kan ook met. En dan zwarte laarzen eronder. Dr. Martens. Ik heb van die cowboy laarzen, vind ik heel gaaf onder. Oh. Ja, hier ben ik helemaal weg van. Oh, nou jongens, wat een vondst. Wat, kijk nou, hoe leuk zeg. Nou, dan zag ik dus ook nog deze sandalen. Ik zal even mijn sokken aanlaten. Maar ik ga ze even proberen. Het zijn in principe mijn maat, maar 39. Dus ik hoop dat ze gaan passen. Want ik heb nog niet echt zoiets. En ik vind het wel heel erg leuk voor de zomer. En ik denk zelfs leuk onder deze jurk. Dus wat dat betreft, zou het echt wel een leuke combinatie zijn. Dus ik ga ze even aanproberen. Maar dat ik die andere laat ook hier. Nou, wat een buit. Wat een buit. Ik heb het volgende gekocht. Ik heb toch de t-shirt wel gehaald. Ja, leuk. Ook voor mij het is Schelling. Gewoon als lekker zo... Oh, andersom. Als zomer is... Ik heb ook niet echt een bepaalde stijl, maar ik vond het wel iets schattigs hebben. Nou, dat vond ik wel ook een keer leuk. Dus deze heb ik gekocht voor €3,99. Dan heb ik dus de jurk gekocht. Ik zag hem hangen. Ik vond hem gelijk geweldig. Hij is van Accept... Maat XXL.
Deze was €8,99. Oh, ik ben er zo blij mee. Die kleuren ook en dat printje erop. De mouwen, die van die pofmouw, ik vond het geweldig. Dan heb ik dus toch de sandalen meegenomen. Deze waren €6,99. En dan heb ik ook nog twee bloempotten gekocht. Want ik had dus, ik heb dus een plant die moet verpot worden. Alleen we hebben geen grotere potten, zeg maar. Dus ik heb een grotere meegenomen. En ik zag ook een klein potje die ik heel leuk vond. Die heb ik ook meegenomen. Deze vond ik heel leuk. €1,99. En ik zag deze pot. En deze is wat groter. En ik denk dat die plant die ik moet verpotten, dat die hier wel in past. En deze was €1,99 ook. Dus dit is de buiten. Ik ben helemaal blij. Dus dat was dat. Dan ga ik nu naar mijn schoonzus en zwager. Oh, wat leuk. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Zo leuk dat je soms dingen tegenkomt wat je niet verwacht. Want ik ging eigenlijk niet echt per se met een doel heen. Maar nou ja, wel potten trouwens. Want die was ik wel echt. Die wou ik nog wel echt hebben. Oh. Dus ja. Nou, tot later. Inmiddels is het 6:45. Ik heb om 7:00 met een vriendin afgesproken. Dus ik ben al iets te vroeg. En vanmiddag was ik dus bij mijn zwager en bij mijn... Oh nee, ik dacht dat ik dat zag, maar dat is... Ah, dat is de auto zelf. Was ik dus bij mijn zwager en schoonzus. En ze hebben dus ook die geiten. En die... Oh, zo leuk. Zo leuk. Nou, daarna ben ik nog even de stad in geweest. Ik heb... Ik ben de Action geweest. Ik heb Europa's gehaald, maar die zijn hier voor mezelf. Wat ik ook heb gehaald is nieuwe Fabuloze. De Fairy Cherry. Nou, die hebben we nu dus ook. Die is super lekker, maar die hebben we bijna op. Dus die heb ik gekocht. En ik heb ook nog deze gekocht. Deze waren nu, even kijken, die Neka's 3 stuks voor €0,99. En ze zijn zo leuk. En ze hadden meerdere soorten, maar ik heb alleen nu deze gekocht. Ik zag ze al eerder ergens voorbij komen. Zo leuk. Dus mocht je nog zulke kaas willen, Action dus. Echt ontzettend leuk. Dat was het volgens mij van de Action. En dan heb ik ook nog bij de Hema onder andere paaseitjes gehaald. Het was nu 50% korting en je kon zelfs een bakje vullen. En er waren best nog wat smaken. Dus ik heb onder andere pindakaas gehaald. Ik vind het zo lekker, pindakaas. Ik heb stroopwafel, ik heb tompoes. Ik heb, wat was dit? Butterscotch. Dit was volgens mij wit framboos. Maar dat staat er dus niet op wat het precies is. Maar oh. Dus die heb ik ook nog gehaald. En nu wacht ik nog even tot 7:00. Ik weet niet of ik wat kan filmen, want we gaan een soort van spel doen. Een soort escape room-achtig iets. Dus ik ben benieuwd. Ik weet niet of ik wat dus kan filmen, maar goed. Ik spreek jullie anders daarna weer. Spullen heb ik al laten zien van de kringloop. Ja, en ik heb ook nog, dat kwam ook kwam allemaal precies mooi uit, het goedkoop pakket gehaald van de bakker. Dus dat heb ik ook nog geweest. Dus ik heb een stokbrood.
kan ik de vriezer vullen. Ik heb hier allemaal broodjes. Dus ik kan morgen Johan ook meenemen naar het werk, eventueel. Ik heb hier een brood. Ja, een brood heb ik hier. Dan nog, deze was €4,99. Dan nog een halve brood. Nog een halfie. Sorry. Zo. Nog een halfie. En nog een heel brood. Dus daar kunnen we daar ook weer even mee vooruit. Ik vind het, deze bakker die hier, het is heel fijn in de buurt. Dus als ik in de buurt ben, probeer ik een te goedkope pakket te scoren. En toevallig. Het is gelukt vandaag. Dus dat is mooi. Zal ik even opbergen. En dan wacht ik even tot ze er is. Goedemorgen, het is inmiddels donderdag. Gisteravond niks meer gefilmd. Maar ik had ook de opperste concentratie nodig voor de escape box. Maar het was hartstikke leuk, het was hartstikke gezellig. En ik heb dus een 9:15 afspraak bij de huisarts voor bloedprikken. En ik heb om 11:15 heb ik afspraak bij het oogziekenhuis. En de vorige keer moest ik komen met bril. Dus ik heb die nu ook maar nog opgelaten en geen lens in gedaan. En voor de rest eigenlijk geen idee wat ik ga doen vandaag. Want autorijden daarna mag ik in ieder geval niet. Want aangezien ik die oogdruppels heb gehad, dan kun je er last van krijgen. Vorige keer viel me dat mee. Maar goed, ik hou me er gewoon wel netjes aan door niet auto te gaan rijden. We hadden natuurlijk broodjes van de goedkoop. Ik heb het bakken, dus daar ga ik even nemen. En dan ga ik even eten en dan wachten tot ik naar de huisarts kan. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb nog even een wasje in de wasmachine gedaan. En ik heb nog een pakketje wat ik met jullie open wil maken. En deze is weer van de Goodie Box. Deze heb ik gekregen. Heel erg benieuwd wat er dit keer weer in gaat zitten. Dus we gaan samen even kijken. In deze box zitten dus 5 tot 7 producten. En je krijgt altijd, maar de waarde is meer dan dat je ervoor zelf voor betaalt. En ik heb dus een link in de beschrijving waarmee je 50% korting krijgt op je eerste box. En het is een soort van maandabonnement. En je kan hem ook gewoon stopzetten wanneer je zelf wil. En dan zitten er minimaal in ieder geval 2 full-size producten in. En het leuke is dus dat het een gevarieerde box is. Gemengd met make-up, haarverzorging en huidverzorgingsproducten. Dus laten we even gaan kijken. We hebben hier Now By, ik weet niet of ik het goed zeg, maar het is een conditioner. Nou, dat komt altijd wel van pas, want dit gebruik ik wekelijks wel. Wat ik het leuke hiervan ook vind, ik ken heel veel producten ken ik hiervan niet. Of nee, heel veel merken niet. Maar dat vind ik dus juist wel leuk hieraan ook, om dingen te proberen. Maar goed, dit is het eerste wat ik zie. Dan hebben we een flinke tube met, even kijken, body scrub 2-in-1, een peeling gel. Body scrub gebruik ik ook, heb ik ook in de douche staan. Ik heb daar nog, de laatste staat in de douche, dus als die op is, dan kan ik deze gaan gebruiken. Ik zal hem even helemaal zo proberen te laten zien. Een flinke tube ook, moet ik zeggen. Dan heb ik hier een serum. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit heb gebruikt. Dus ik zal eens uitzoeken hoe en wat het werkt en waar dit precies voor is. Dat is die. Dan make-up, een make-up product. Oogschaduw. We gaan eens even kijken. Ik vind het wel een hele mooie kleur. Ik gebruik zelf eigenlijk vrijwel heel weinig make-up. De laatste tijd probeer ik wel iets meer uit, moet ik zeggen. Maar dit is hem. Nou, het ziet er echt heel mooi uit. Maar ik zou dit dus ook wel een keer uit willen proberen. Dan hebben we hier een masker. En ik zag dat dit de welkomst cadeau is. Ook een merk wat ik niet ken. Maskers gebruik ik de laatste tijd wat vaker. Dus deze ga ik ook proberen. Dan hebben we hier nog een mascara. Dat is top, want ik wil de laatste tijd mascara gebruiken. Alleen voor mij, die heb ik best wel lang niet gebruikt. Dus die was echt uitgedroogd. Dus die werkte niet goed meer. Maar dat komt wel goed uit. Ik had ook nog geen nieuwe meer gekocht. Extreme Lash Effect. Nou, ik ben benieuwd. Ik had dus ook zelf oogpadden of eyeliner gekocht. En ik dacht, dan wil ik er ook mascara bij gebruiken. Alleen die ik dus had, die
Die werkt, ze is niet heel goed meer, dus ik heb in ieder geval weer een nieuw. Dus deze ga ik sowieso ook wel gebruiken. Dit is het borsteltje van de mascara. Ik weet niet of het goed te zien is met die blauwe achtergrond. Maar ik doe mijn best. Zo. En dan hebben we hier nog ook een schatteldoosje. Dit is een lipstick. Wel een kleur, ik niet weet of ik dat wel zou dragen. Ik vind het wel heel gaaf. Ik vind het een mooie kleur, maar ik weet niet of ik het zelf zou gaan dragen. Maar goed, dat is dus ook nog wat erin zit. Ja, ik vind het weer een leuke box. Een aantal dingen die ik sowieso heel graag gebruik. Een aantal dingen wat ik wil proberen, zoals een serum en zo heb ik nog nooit gebruikt. En ja, oogschaduw wil ik dan een keer proberen met de mascara en de eyeliner die ik heb. En de rest zou ik sowieso eigenlijk wel gebruiken. Dus ik vind het weer een mooie box. Dus mocht je het ook een keer willen proberen, heb je dus 50% korting op je eerste box. En dan betaal je nog €12,48 in plaats van €24,95. En hierbij nog even een overzicht van de producten. Dit is dus die scrub, de oogschaduw, de mini lipstick, zo schattig. Deze, de conditioner en het serum. Aangezien je toch nog even moet wachten voordat ik naar de oogarts ga, want het is nu 9:30 geweest en we moeten om 10:45 weg, denk ik. Ga ik nog even bezig met deze video. En vanmiddag wil ik nog even de groenten en fruit die ik had gezaaid. Dat, ja, dat gaat toch niet heel snel. Dus ik ga het even in zo'n kastje doen. In zo'n bak doen. Want staat er nou niet in. Dus ik hoop dat dat groeit. Ja, dat het daar wel beter gaat groeien. Maar goed, dat ga ik vanmiddag even doen. Het regent nu ook. Het is echt een beetje. Het is grauw hier. Oh, bah. Nou ja. We zijn dus onderweg naar de. Naar de. Oogarts, ik ben benieuwd, want de vorige keer had ik echt, toen die drugs had gehad, zulke pupillen. Weet je dat nog? Dus ik ben benieuwd of ik, we gaan het zien. Kijk, nou zijn ze zo. Maar door die druppels werden ze echt mega, die pupillen. Dus ik ben heel benieuwd of dat straks ook zo is. Nou, tot straks. Ja, ik kom bij de oogarts vandaan. Grote pupillen inderdaad. Ik zal straks wel even... vertellen hoe en wat. Nou, we zijn weer thuis. Ik zei tegen Johan, we waren bij de oogarts klaar. Zei ik, we zijn nu allebei thuis. Zullen we samen even wat gaan eten? Dat hebben we gedaan. Ik ga ondertussen even de... dit even in een kweekbak doen. In de hoop dat het dan wat beter gaat groeien. Maar over de oogarts. Ik had een tijdje geleden had ik een verwijzing gekregen voor de oogarts. Omdat ik bepaalde dingen niet. Bepaalde lijnen zie ik niet recht. Maar er zit dan zeg maar een kronkel in. Dus ja, het ziet dan gewoon een beetje. Ja, het ziet heel gek en niet fijn. Dus het kijkt niet fijn, zeg maar. Dus 6 weken geleden ben ik voor het eerst geweest bij de oogarts. En ik heb dus een vochtbel. Vocht? Volgens mij een vochtbel. In het oog zitten. En hij gaf al aan dat het echt zo kan gaan. Dus het kan weer weggaan, het kan weer komen, weer weggaan. Nou ja, zo'n beetje. Dus vandaar dat ik vandaag weer opnieuw een afspraak had voor controle. Wat zei hij allemaal nog meer? Oh ja, ik heb dus weer een controle gehad dus. En er is uitgebleken dat de vochtbel dus nu groter is geworden. Dus ik moet over 3 maanden weer terugkomen. En als het ja, nog zo is zoals het nu is. Want kijk, als ik nu bijvoorbeeld die kant op kijk, zie ik alles niet recht. Ja, dat kijk ik wel echt heel vervelend. Zoals de vochtbel over 3 maanden nog zo is zoals het nu is. Of het is groter geworden dan... Dan krijg ik een verwijzing voor de UMCG. En dan wordt het oog dus gelezen. Maar goed, de hoop is dat het wel weggaat. Of dat het stabiel blijft. En dat het in ieder geval niet erger wordt. Dat de potjes even dus aan het indoen. Dus we gaan het zien. Ik wou er volgens mij nog wat over vertellen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, want als je dat vochtbeeld te lang in het oog hebt, dan kan het ook weer schade in je ogen. Johan, je staat er voor het raam te dansen. Dus nou ja, dat moet natuurlijk ook niet, dat het zo schade geeft. Dus maar goed, aan de andere kant, ja, laser zit volgens mij ook weer risico's aan. Maar goed, ik heb er verder ook niet echt veel verstand van, dus... Hij hoopt in ieder geval dat het met 3 maanden dat het in ieder geval beter is. In ieder geval niet erger geworden. Dus we gaan het zien. Oh ja, en we waren dus bij de Action. Oh. En ik zag zo'n hangstoel staan. En ja, zo'n ding wil ik eigenlijk al best wel lang. Dus we waren nu met de auto. En ik zei tegen Johan van ja, zo'n ding wil ik eigenlijk nog steeds. Vind ik eigenlijk nog steeds wel leuk. Toen zei Johan, dan nemen we het toch nu gewoon even mee. Dus we hebben een hangstoel. Ik zal wel even...
Ja, als ik hem uitpak en in elkaar zet, zal ik hem even goed laten zien. Maar oh, heerlijk lijkt me dat. We hebben dan een hangmat en zo'n hangstoel. Gewoon heerlijk dat je zo erin kan zitten en dan lekker muziekje luisteren of zo. Heerlijk. Dus daar ben ik wel blij mee. Dit zou ik doen. Kijk, deze ben ik bang dat dat niet meer wat wordt. Dus dat het niet meer opkomt. Dat was de paprika. Nou, daar is nooit wat boven gekomen. Dus, maar ik ga het nog even wel proberen in zo'n ding. En dit is de tomaat. En die kwam wel boven. Maar dat, ja. Ik gaf ze, ja, ik gaf het volgens mij genoeg water. Maar op de een of andere manier bleef het niet staan. Dus nou ja, we gaan het zo maar even proberen. Misschien dat dit nog werkt. Zo. Ik heb ook nog even basilicum in deze potten gedaan. Vonden we heel leuk. En ik denk helemaal als het opkomt en dan in de keuken. Helemaal leuk. En dit is dus wat we vandaag hebben gekocht. Spontane aankoop eigenlijk. Even kijken of ik het zo goed kan laten zien. Dat is dus die stoel. Ja, en een tijdje. Ja, ik woon eigenlijk al een tijdje zo'n hangstoel. En ik zag hem nu liggen bij de Action. Dus ja, nu hebben we hem ook meegenomen. Helemaal met het mooie weer wat er aankomt. Hopelijk kunnen we die gebruiken. En bij deze ga ik nu ook de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik heb 3 dagen achter elkaar wat beelden gemaakt. Meestal doe ik 1 dag. Of misschien nog eens 2 dagen. Maar 3 dagen doe ik eigenlijk bijna nooit bij. Ik was nu deze 3 dagen in ieder geval vrij. Maar morgen ben ik ook nog vrij. Maar ik dacht misschien wel leuk om het meerdere dagen achter elkaar te doen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Zou je dan een duimpje omhoog willen doen. En dan hoop ik je weer te zien bij de volgende video. Doei doei!